burgemeester Lisbeth Spies. Op de ochtend na de persconferentie waar versoepelingen zijn aangekondigd, met name voor de horeca, maar toch ook voor de winkels. En premier Rutte heeft ook enorm benadrukt de rol die gemeenten daarbij moeten gaan spelen. Om te beginnen met de horeca, de heropening van de buitenterras. Hoe gaat u dat als gemeente organiseren? Dat gaan we samen met de ondernemers doen, maar ook samen met al die mensen die heel graag weer naar die terrassen toe willen. Want laten we beginnen met vast te stellen dat dit toch misschien wel het begin is van al die versoepelingen die we zo heel graag allemaal willen. Het is spannend. We krijgen een beetje ruimte en daar moeten we dus ook verstandig mee omgaan. Dat betekent in de eerste plaats dat iedereen die van dat terras gebruik wil maken of graag weer naar een schoenenwinkel wil of naar een andere winkel toe wil, zijn eigen gezonde verstand moet gebruiken. Dus hou je aan de regels die er voor iedereen zijn. Vervolgens zijn we natuurlijk als gemeente in goed overleg met horecaondernemers, met mensen van de winkels, om te kijken van hoeveel mensen kunnen hier naar binnen, hoe gaan we dat terras netjes inrichten. Dat hebben we afgelopen zomer ook al een keer gedaan. Hebben horecaondernemers ook heel goed meegewerkt. Dus we gaan op die manier eerst proberen te voorkomen dat er überhaupt overtredingen zouden zijn. Dus het goede gesprek met iedereen voeren. Dan gaan we, als dat nog niet gelijk vanzelf gaat, mensen aanspreken. En in geval van excessen zullen politiemensen, maar ook gemeentelijke bijzondere opsporingsambtenaren iets strenger moeten gaan kijken en ook moeten gaan handhaven. Want dat is wel ook gisteravond heel nadrukkelijk aan de orde gesteld. We krijgen de ruimte, maar we gaan niet met z'n allen ineens de glijbaan op dat ineens alles weer kan. Dus we moeten echt met de handrem erop deze versoepelingen mogelijk maken. Dat is best een klus. Ik vind het ook echt wel een grote verantwoordelijkheid die opnieuw bij gemeenten, bij politie, bij bijzondere opsporingsambtenaren wordt neergelegd. Maar als we dit met elkaar goed doen, dan kan de tweede stap van de versoepelingen over 2 weken alweer gezet worden. En dan kunnen die terrassen niet om 6 uur dicht, maar kunnen ze tot 8 uur 's avonds open blijven. Dus er is ook een welbegrepen eigenbelang voor die bezoekers van de terrassen, voor de bezoekers van de winkels, voor de ondernemers, om zich ook tot het uiterste in te spannen om hier een succes van te maken. Welke ruimte gaan de horecaondernemers krijgen om hun terras op te bouwen? Nou, we hebben vorig jaar zomer natuurlijk al gezien dat we als gemeente de openbare ruimte die van de gemeente is ook aan de horecaondernemers ter beschikking willen stellen. Dus we zijn al weken terug met telefoontjes, met brieven naar de horecaondernemers toegegaan van als de terrassen weer open mogen, willen jullie dan ook weer gebruik maken van die mogelijkheid om een groter terras, meer ruimte te gebruiken? Nou, een hele hoop hebben daar al op gezegd van dat willen we graag. We houden net als vorig jaar natuurlijk wel vinger aan de pols. Want de openbare ruimte moet wel doorgankelijk blijven voor mensen met een kinderwagen, met een scootmobiel. Maar ook de hulpdiensten moeten erdoor kunnen. Maar binnen die grenzen zijn wij als gemeente bereid om royaal de openbare ruimte ter beschikking te stellen. Om daar ook inderdaad die horecaondernemers de ruimte te geven om die 50 mensen op dat terras te kunnen ontvangen. En betekent dat grosso modo dat de horecaondernemers die willen gebruik kunnen maken van dezelfde extra ruimte als afgelopen zomer? Of is er misschien zelfs wel ruimte voor meer extra plek? Nou, we hebben in ieder geval minimaal dezelfde extra ruimte in de aanbieding als vorig jaar. We hebben met sommige horecaondernemers ook gezegd van ja, weet je, het is misschien niet mogelijk direct naast jouw winkel, naast jouw zaak of aan de overkant, omdat dat nou een keer een gevaarlijk plekje is. Denk dan na over een plek die je dan misschien wel in gebruik zou kunnen en willen nemen. We hebben Gouwezicht in Boskoop. Dat is openbare weg, daar moeten auto's langs kunnen. Kunnen we dan ergens in de omgeving van dat etablissement een plekje vinden waarop het terras wel zou kunnen? Dus wij staan open voor ideeën ook van ondernemers. We willen die openbare ruimte ook echt gunnen aan die terrasbezoekers. We hebben wel ook tegen die horecaondernemers gezegd van doe dat in goed overleg met je buren.
He, nou zal een terras tot 6 uur 's avonds open niet ogenblikkelijk voor heel veel overlast zorgen. Als het veel later straks weer zou kunnen, misschien wel. Dus heb het goede gesprek met je buren. Wees daarin ook helder en geef duidelijk aan wat je wil. Maar dan is onze openbare ruimte voor heel veel horecaondernemers goed te gebruiken. De horecaondernemers die wij de laatste weken spraken hebben eigenlijk maar één grote zorg als het gaat om de heropening van de terrassen. Ja, wat te doen als het gaat regenen? Want er mag geen tent neergezet worden. Parasol helpt dan lang niet altijd. En dan zit iemand net zijn lunch op te eten of heeft net zijn drankje besteld. En dan het onvoorspelbare Nederlandse weer. Ja, weet je, volgens mij hebben we zoveel goede weer-apps. Dat je bijna tot op de 5 minuten nauwkeurig kunt zien wie wanneer welke bui gaat krijgen. Dat lijkt me niet de grootste zorg. Laten we hopen dat het een hele mooie paar weken worden. Er is met parasols een heleboel te doen. Heel veel horecaondernemers hebben die dingen ook royaal voorradig. Dus laten we vooral genieten van datgene wat wel kan. Ja, en dan kun je 100 dingen bedenken die je graag nog anders had gewild of die je er ook nog bij had gewild. Dit is een eerste stap. En als, en, daar we die, mee te doen. En als we die goed zetten, dan volgt die tweede stap heel snel daarna. Dus ja, we kunnen niet ineens alles loslaten. Dat begrijpen ondernemers ook heel goed. Dat begrijpen inwoners van onze gemeente ook heel goed. Dus laten we maar laten zien dat we heel snel ook het aantal besmettingen naar beneden krijgen, de vaccinatiegraad verhogen. En dan krijgen we met z'n allen heel snel nog veel meer ruimte. Hoe ziet die routekaart voor de horeca er verder uit? Want het is nu van 12 tot 6. De volgende stap gaat worden tot 8 uur 's avonds. Ja. En dan? En dan eind mei is de bedoeling, dus weer de volgende stap. Dat we misschien ook restaurants binnen weer mensen kunnen gaan ontvangen. Allemaal nog steeds op die 1,5 meter. En misschien in aantal ook nog wel gelimiteerd. Dus het perspectief is dat, en dat zijn de principes die aan dit idee ten grondslag liggen. Eerst buiten, dan binnen. Eerst klein, dan groot. Eerst jong, dan oud. Dus op het moment dat de mogelijkheden er zijn, verwachten we dat we eind mei ook weer restaurants binnen kunnen gaan openen. Nou, en dan gaat de zon letterlijk en figuurlijk voor veel horecaondernemers echt nog iets beter schijnen dan met deze eerste voorzichtige stap. En de kroegen? Ja, dat wordt. Die zitten helemaal aan het eind van de rit. Nou, helemaal op het eind van de rit zitten de nachtclubs. Ja, maar de kroegen en de cafés, zeg maar, de natte horeca in het jargon. Dat zal echt, nou ja, rond de zomer, op z'n vroegst eind juni, begin juli aan de orde zijn. Maar misschien is het dan ook wel zo mooi weer dat we graag met z'n allen buiten blijven en niet de beschutting van het café op hoeven te zoeken. En een Bar Amsterdam, Schatjes of de clubavonden van Maggie Blue? Ja, die zijn op z'n vroegst begin juli en als het tegen zit aan het eind van de zomer aan de beurt.